Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe top 5 video. Man, ik krijg een droge bek hier, man. Man, ik heb een droge mond van al deze video's maken. Man, ik ben al in één dag bezig met de Doomlands, Rebel en Strike. En vandaag natuurlijk deze series, de Echo Strike series. Ja, voor jarenlang, voordat Echo Strike bestond, waren wij de Nerf community altijd aan het vragen van hoe kunnen we nou deze blazers accurate maken? Want ja, Nerf bracht alleen maar elite blazers uit. En ja, elite blazers, man, die darts die schoten overal heen. De darts van elite schieten overal heen. Normale elite darts, mega darts, schieten overal nergens heen. Maar gelukkig uiteindelijk kwamen ze met de Echo Strike series, die Echo Strike darts bracht. En ja, ondertussen, dat waren deze darts. En die hadden gewoon een soort van, ja, een bijzonder structuurtje erin. En daardoor schoten ze gewoon goed. Natuurlijk had Rebel dat op een gegeven moment ook in gedaan. Maar ja, Rebel werd natuurlijk niet echt een succes. Maar Echo Strike kwam gelukkig met wat blazers die daarmee kwamen. Natuurlijk kreeg je ook aparte packs en zo. Natuurlijk waren er al off-brand andere darts die best accuraat schoten. Maar deze darts schoten supergoed. Dus ja, dat was super tof. En uiteindelijk na iets van een jaar of zo kwamen ook mega met Echo Strike darts. Zo. Dus vandaag ga ik over de top 5 Echo Strike blasters. Dus zowel normale Echo Strike darts, die gewoon normale Echo Strike blazers, als de mega Echo Strike blazers. Daarom heb ik ook best moeite moeten doen bij deze series. Maar ja, weet je, ik heb één Echo Strike blaster hier maar niet in zitten. En dat is de Falcon Fire. De rest die ik heb, heb ik gewoon hierin zitten. Dus laten we nu over mijn top 5 Echo Strike blazers gaan. Nou, op mijn nummer 5 staat niks minder dan de blazer die ik had gereviewd in de tijd dat ik eventjes stil lag met Nerf en zo. En maar uiteindelijk toch wel een review van uit heb gebracht. En dat is de Bulldog. De mega versie van de Deploy. Maar deze schoot wel stukken beter dan de Deploy. Elke blazer schiet beter dan de Deploy. Zelfs een, ja, alles schiet beter dan de Deploy. Maar goed, ja, deze had een beetje dus dat, ja, invouwbare dingetjes. Dus de stock, side scope achter iets. En de foregrip, kon je allemaal gewoon vastpakken en aantrekken. En dan schoot deze hele blaster in elkaar. En met dit oranje knopje kon je hem weer in elkaar bouwen. Voor de rest, de grip werkte niet altijd helemaal top. Maar ja, toch. Voor de rest, hij kwam met Echo Strike darts. Dat was de tweede blaster die met Echo Strike darts kwam. Had hij een tactical rail. Kon drie darts hier vasthouden. Had hier voor de rest nog dart holders. Hij kwam met deze prime hier achter, die in de achter kon primen. Niet de meest chille plek, omdat daar ook de stark zit en zo. En je kon niet echt heel chill primen. Of beter was zo, denk ik, geweest dan, ja, aan de zijkant. Maar oké, weet je, voor de rest als stark, dan kon je het helemaal niet echt gebruiken. Voor niemand is dit comfortabel, zelfs niet voor een klein kind. De rest grip was op zich wel groot en comfortabel. En de trigger was gewoon chill en zo. Ranges waren oké, weet je. Mega ranges waren het gewoon. En ja, op zich wel een oké blaster. Dus ja, daarom komt hij bij mij op mijn nummer 5. Ja, dat is de Bulldog. En op nummer 4 komt niks minder dan de Quadrant. De pistol. Volgens mij de laatste pistol. Eigenlijk een beetje de laatste Echo Strike blaster die een beetje uitkwam van de normale Echo Strike series, volgens mij. Volgens mij hebben we eigenlijk daarna niks meer gekregen, volgens mij, ik denk het. Maar hij kwam met een 4 dart cylinder. Hij had voor de rest een tactic rail. Op zich wel een chille, comfortabele grip. En ja, deze prime hier aan de achterkant. Voor de rest ook een leuk feitje. Dit was de eerste blaster waarvan ik een video had die was geëdit. Dit was mijn eerste geëdite Nerf video. Maar ja, het had voor de rest op zich wel oké ranges, weet je. Het is een pistol, dus je kan niet heel veel van verwachten. Het had een beetje Firestrike ranges. Dus, oftewel, Jolt Reskin! Nou ja, 4 darts, beter dan een Jolt. Grip was beter dan een Jolt. Prime was op zich wel beter dan een Jolt. En het was gewoon beter dan een Jolt. Dus het is geen Jolt. Het is wel een Jolt, maar het is ook weer geen Jolt. Jullie weten het wel, Jolt, 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 Jolt. Dus ja, dat is de Quadrant op nummer 4. Even wat vocht naar binnen. Jongens, blijf drinken deze tijd, hè. Want het is ijskoud. Logica. Goed, op nummer 3 is een best zware blaster. En dat is niks minder dan de Thunderhawk. De langste blaster tot nu toe. Ja, goed, deze blaster heb ik... Ja, deze blaster was best wel veel aangevraagd destijds. En ja, ik heb hem uiteindelijk gekocht voor een mooi prijsje bij de Intertoys.
Volgens mij was het iets van 30 of zo, omdat toen korting was bij Intertoys. En ja, hij had 10 darts vast. En op deze enorme clip, die voor de rest niet eruit kan. Wel met een soort van plakbandje ergens omheen plakken en dan kon je hem eruit halen. Maar dat heb ik niet gedaan. Voor de rest had je een technical grill en natuurlijk kon je deze barrel volledig uitschrijven. En dan had je een enorme barrel, maar je kon hem ook heel makkelijk weer inschrijven. Of uitschrijven. Of inschrijven, dus ja. De kleinere versie ben ik meer fan van, omdat die met die barrel ervoor best zwaar aan de voorkant wordt. Dus ja, daarom doe ik dat hier. Voor de rest kan hij met een bipod die er al aan vast zat. Ook niet echt heel slim. Deze enorme bolt handles, wat wel chill is op zich. Want ze zijn enorm, daardoor kun je je hand goed eromheen douwen. En kan je goed primen. De primers voor de rest best kort. Stak, niet mijn taste of cup of tea. Grip was best klein, trigger was op zich wel chill. Maar ja, deze enorme bolts konden natuurlijk best in de weg zitten als je hem bijvoorbeeld aan je muur of zo wou ophangen. Dus je kon die gelukkig ook losdraaien. Je had gewoon losse bolts en zo, dus dat was wel chill. En ja, range was op zich wel oké. En het was de eerste Mega Echo Strike Blaster. En het is tot nu toe één van de twee maar. En er zijn het nu volgens mij met twee Mega Blasters die Echo Strike darts zitten. Dus ja, best jammer. Dus ik hoop dat binnenkort Echo Strike weer een beetje terugkomt met de Mega Series. Of sowieso in het algemeen terugkomt. Maar ja, goed. Dit is de Thunderhawk. Hij komt bij mij op nummer 3. En op nummer 2 is een blaster. De eerste Echo Strike Blaster die ik heb gereviewd. Toch? Volgens mij wel. En dat is niks minder dan de Alpha Hawk. Ja, de Alpha Hawk was gewoon een 5 of 6 dart cylinder blaster. En een Technic Rail Prime bolt-achtig blaster. Die heel comfortabel was. Had ook deze leren grip, wat heel chill is. Dat hadden ze eerst met al die blasters. Uiteindelijk hebben ze het niet eens doorgehaald en zo. Voor de rest een hele chille, comfortabele stak die je gewoon heel chill kan doen. Technic Rail kon je iets van de side of wat dan ook doen. Mocht je dat willen. Want met deze blaster had het op zich nog best wel redelijk nut. Vanwege de Echo Strike darts. En ja. Dus ja, en voor de rest oké ranges. En ja, het was op zich wel een toffe, leuke blaster. En ik vind die Prime dingen ook best wel grappig en leuk. En gewoon chill. Alles was comfortabel. Hele lichte blaster ook. Je kon heel makkelijk rond wiepelen, wabbelen. Het was gewoon een hele chille blaster. En op nummer 1, het kan ook niets anders. Het is niks meer dan de Raptor Strike. De enigste magazine fit Echo Strike blaster. Maar goed, het was een enorm lange blaster. Het had een beetje dat sniper vibe. Maar voor de rest geen tactical grills hier bovenop. Je had deze flip-up shitty poopy side. Geen idee waarom, want hier had je makkelijk een tactical grill kunnen doen of zo. En hiervoor ook nog. Waardoor je gewoon een scope en zo. En dan had je echt dat sniper gevoel. En ja, het kan wel met een bipod, wat wel goed is voor een sniper. Die kon je voor de rest ook extenden. Mocht je dat eventueel willen doen. Je had deze side hier aan de voorkant. Je hebt hier de access door. Voor de rest had je twee bolts zitten. Dus waren deze volgens mij niet losmaken, of wel? Nee, deze kon je niet losmaken. Maar ja, voor de rest kon je dan hier met de 6 dart magazijn. Dan kwam er met 2. Dus dat was heel chill. Je kon er eentje in de stak ook bewaren. Voor de rest had hij deze soort van carry handle. Kon je zowel de blaster mee dragen als gewoon als een soort van foregrip. Ja, die flip upside hier zo dan. Je had hij de grip. Ook gewoon groot en comfortabel. Heel chill. Trigger is chill. Hier had je ook de magazijn release erin zitten. In de, de grip. Was een hele chille, snelle plek. Waardoor je gewoon snel, als je aan het schieten was en je was door je 6 darts heen, kon je heel makkelijk erbij. Dus dat was wel chill. Reloaden ging ook heel snel doordat je een magazijn in de stok kon doen. Voor de rest enorme grote chille stok. Je kon voor de rest een magazijn er met heel veel moeite uitkrijgen. En ja, echt dat sniper gevoel, weet je wel. Een hele chille blaster. Het is wel een enorm grote blaster, maar ja, drop je een 50 dart mag in van de Titan. En man, jij kan er echt blijven schieten, maat. Hele toffe blaster. Ja, het is echt wel een toffe blaster. Een van mijn favorieten. Ik kom ook binnenkort met mijn favoriete blaster van elke series. Maar binnenkort een update video trouwens. Daar ga ik alles in uitleggen wat er nog aankomt en dat soort dingen. Dus ja, houd je daar maar voor alvast voorbereid en zo. Maar goed, dat is mijn top 5 Echo Strike blasters. Mijn favoriet is de Raptor Strike. Dus ja,
Mocht jij toevallig ook Hacker Strike Blasters kennen en hebben mee geschoten en zo, laat me jouw top 5 weten. En voor de rest kan ik eigenlijk niks anders zeggen dan bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet even niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. We hoeven nog maar 100 abonnees, heb ik gezien. En dan heb ik de 1000 abonnees gehaald. Dat zou super sick zijn. Maar binnenkort ook een bedankt video. Dat komt allemaal in de update video. Komt allemaal goed. De update video komt eraan. Ja. Ah, man. Zoveel video's. Damn. Goeie. Maar goed jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je allemaal weer. Laters.